Nee. Nee, toch, maar 1% toch niet afgebroken? Helemaal, vandaag heb ik een nieuwe video voor jullie. En in deze video ga ik iets reviewen. Ik ga namelijk twee dingen van de Action reviewen. Ik ga mijn mening hierover geven, mijn eerste indruk. En ja, gewoon laten weten wat ik hiervan vind. Als eerste deze ice cubes, waar je fruitjes in kan doen. Maar daar krijg je straks natuurlijk meer uitleg over. En deze waterproof mascara van de Action. Ik ben vooral naar deze heel erg benieuwd, want ik heb hier als een oranje van gehad die niet waterproof was. En die vond ik best prima, die heb ik ook een tijdje gebruikt en hij was maar 1 euro. Dus ik ben benieuwd of deze van de Action ook echt waterproof is. Dus dat ga ik snel testen. Ik heb hier dus de ronde ice cubes, waar je dus fruit in kan doen. En ja, het zit hierin. Hier zit een uitleg, maar ja, ik denk niet dat het zo moeilijk is dat je hier uitleg voor nodig hebt. Dit is zo'n eentje. Er zit dus zo'n lipje hier bovenop. Ik denk dat je daardoor in het water moet doen. Dan heb je hier een soort van rond gedeelte en hier een plat gedeelte, zodat je hem neer kan zetten. Want het is natuurlijk een rond bolletje, anders rolt hij weg. Hier moet je dus het fruit in doen en daarna moet je door dit lipje het water doen. Dus dat ga ik even uitproberen. Ik heb ze nu alle vier gevuld en overal zit iets anders in. Hier zit een stukje citroen in, hier kers, hier komkommer en daar blauwe besjes. Het, ja, het past toch best wel weinig in, want ik heb een citroen schijfje zeg maar door vieren gesneden en er past maar echt één stukje in. Dus we gaan zien hoe het wordt. Ik ga ze nu even schudden met water. Ik haal dus nu dit lipje zo eraf, zodat je hier een gaatje hebt en zodat je het gaatje dus met water kunt vullen. Oh, hij zit dus super snel gevuld. En dan doe ik gewoon weer die stukjes erop. Water. En ik moet er heel erg leuk uitzien al, want ik kan er zo doorheen kijken en je ziet een beetje zo'n kleurtje van het fruitstukje. Dus dat is heel erg leuk. Ik ga het nu even in de vriezer zetten. Ik heb de ijsklontjes uit de vriezer gehaald en ik ga ze nu even uithalen. Eentje is mislukt, maar dat was mijn fout, dus ja. Maar we hebben nog drie andere waarmee ik kan bekijken. Ik haal als eerst wel even de rode uit. Het gaat vrij makkelijk open, want hij is een soort van open gebarsten. Er zit zeg maar nog, oh, als hij ligt een klein keertje, omdat water natuurlijk uitzet als het in de vriezer zit. Maar je kan hem vrij makkelijk uithalen. Oeh. Oh, ja. Deze eigenlijk ook. Oeh, het ziet er wel heel erg leuk uit. Nou, ze gaan er in ieder geval makkelijk uit. En, oh, die citroen ruikt echt heel sterk. Echt heel lekker. Ook al is de zomer nu voorbij. Ik vind het alsnog hartstikke leuk. Het ziet er heel erg leuk uit. Ja, het geeft een beetje sfeer. Oh, kijk. En de druif is ook naar beneden gevallen. Oh, vanaf hier zie je een soort van rode kleur nu in het glas. Ik vind het leuk uitzien, het werkt makkelijk en ja, het is natuurlijk ook gewoon lekker. Als je twijfelt om deze te kopen, gewoon kopen. Ik vind het een aanrader. Nou, dit is dus een mascara en hij kostte maar 1 of 2 euro. Super goedkoop dus. Het is dus een waterproof mascara. Ik ben heel erg benieuwd, omdat die zo goedkoop is, of die dan wel ja, echt waterproof is. Dus dat ga ik even testen. Ik heb de mascara uit de verpakking gehaald. Wees niet bang, want hij droogt niet uit, want er zit hier een soort van dopje op. Die ik er zo meteen af ga halen. Ik vind de verpakking er, ja, het is gewoon zwart met een blauwe tekst. De niet waterproof mascara, die is met oranje tekst. Ja, het ziet er niet verkeerd uit voor die 1 of 2 euro. Dus ik ben heel erg benieuwd. Zo ziet het borsteltje eruit. Ik voel me echt zo'n beauty blogger. Maar het borsteltje loopt gewoon af van dun naar dik en dan gewoon rond helemaal gelijke haren. Dus ik ga het even opdoen. Nou, ik heb eindelijk het dopje erover gekregen. Ik ga nu het borsteltje erin draaien doen, zodat er minder lucht in komt. Dat is
Bitter Rim mascara. Ben benieuwd. Hij zegt ook dat hij wimpers lift en uit elkaar haalt en zo. What the fuck? Oké. Okay. Kijk wat er is gebeurd. Ik kreeg het borsteltje er niet meer uit. En is het borsteltje van dit staafje af. Nou, dat is echt al geen goed teken. Ik hoop dat ik hem... Ik denk dat ik hem nu ook niet meer uitkrijg. Oh, terug. Wacht. Mijn god. Terwijl ik er niks raars mee heb gedaan. Ik heb er gewoon draaiend in gedaan. Het zou hetzelfde moeten zijn als... Oh nee. Dat vind ik echt heel jammer. Wacht, ik ga even een oplossing proberen te vinden. Ja, ik heb nog deze gevonden. Deze is niet waterproof. Ook van de Action. Maar ik dacht, misschien kan ik dat borsteltje even gebruiken. Het is wel een iets ander borsteltje. Ook wel dik. Alleen deze heeft een dikke kant en een dunne kant. Maar dan kan ik in ieder geval uitproberen of die echt waterproof is of niet. Ja, helaas moet ik dan het borsteltje niet testen. Maar hij is gewoon eraf. Het borsteltje hoort hierop te zitten. Maar die zit nu in de mascara. Dus ik hoop dat ik deze er nog wel in kan krijgen. Maar ik ga het even proberen. Oké, okay. Kom er tenminste wel in. Nou... Ik ga het maar even opdoen. Zo. Ik ben klaar. Ik hou niet zo heel erg van die spinnenpoterige wimpers, zeg maar. Dus ik heb er niet een hele dikke laag op gedaan. Maar ik zal het even laten zien proberen. Dit is het. Ja, ik vind op zich het effect vind ik best wel mooi. Ja, het is gewoon normaal. Het maakt je wimpers wel gewoon iets beter dan normaal. Maar nu is natuurlijk de vraag, is deze mascara waterproof? Ik ga er even een plantenspuit bij pakken en dan ga ik het testen. Ik heb hier een dingetje gevuld met water. En ik ga het gewoon eerst een paar, één spreetje denk ik in mijn ogen sprayen. En dan echt heel veel. Dus kijk wanneer het eraf gaat. Oké, komt het er? Heftige regenbui. Ik kan nog niks zien. Misschien is op camera al wel te zien. Maar ik ga nu proberen om mijn ogen open te doen. Oh. Ja, je ziet hier al wat zitten. Hier zit ook al wat afgebrokkeld op mijn handen. Nou. Even kijken. Oh. Nee. Nee, toch, mijn wimpers zijn toch niet afgebroken? Lijkt wel alsof hier mijn wimper korter is of zo. Of ik kom gewoon omdat ze nu rechtdoor zitten, maar. Moet je zien. Zit hier dus onder. Het is een beetje afgebrokkeld. En dit zit ook niet echt mooi meer. Ik weet niet of het komt omdat ik het net pas heb opgedaan. Ik heb het wel eventjes een paar minuten laten drogen. Maar. Het is niet waterproof. Nou ja, kijk, het is niet dat je helemaal van die uitgelopen dingen krijgt. Nou, hier wel een beetje, maar het is meer dat het echt helemaal af gaat brokkelen. Niet mooi dus. Nee, geen aanrader. Nou ja, ik voogde net dus gewoon met mijn handdoek weer gewoon helemaal af. Het was er echt gelijk weer af. Dus ik vind de waterproof mascara van de Action dus echt geen aanrader. Het is degene met de blauwe verpakking. Ik heb die met de oranje verpakking wel een tijdje gebruikt. Die vond ik op zich ja, wel prima. Niet dat je er eens van die wow wimpers van krijgt, maar het is niet slecht zeg maar. Deze zou je dus misschien ook wel als normale mascara kunnen gebruiken. Maar als het gaat regenen, dan ben je niet blij, zeg maar. Maar ja, het is dan ook maar 1 euro. Dus wat moet je ervan verwachten? Maar ja, voor hetzelfde geld had het super goed geweest. Maar helaas, het borsteltje is gewoon afgebroken. Waar ligt dat ding? Borsteltje is afgebroken. De mascara die brokkelt af, loopt uit, alles. Dus ik vind het geen aanrader. Misschien lag het aan deze precies, maar ik denk het niet. Als jij deze ook hebt getest, laat het me even weten in de reacties of die het bij jou ook zo deed. Of dat het gewoon helemaal goed was. Dus ja, helaas, jammer. Ik heb dus de mascara en de ijsklontjes getest. En de ijsklontjes vind ik zeker een aanrader. Is gewoon simpel, makkelijk, leuk. Gewoon heel erg leuk, niet duur. Dus zeker kopen als je daarover twijfelt. En de mascara, die moet je echt niet kopen. Dat is echt een afrader. De wimpers zijn er bijna van afgebroken. Het borsteltje is afgebroken. Het is heel erg slecht. Ook als die 1 euro niet kopen, gewoon je geld besparen. Het waterproof van mascara van de Action, niet goed dus.
Al wil je nou dat ik vaker dingetjes ga testen, maakt niet uit van welke winkel of wat voor product het is. Laat me dan zeker eventjes weten in de reacties. Doe een voorbeeld of laat gewoon eventjes weten wat je leuk zou vinden. Zou ik zeggen, doe een duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei!